Eerst zit je een beetje te zoeken. En dan langzamerhand krijg je een idee en denk je, nou, het is uniek. In november van dit jaar zullen er weer films op het doek verschijnen door de komst van het Slachtstraat Filmtheater. Hoewel er in het voormalige en iconische hoofdgebouw nog genoeg moet gebeuren, ziet eigenaar Jos Stelling al het eindresultaat voor zich. Hier heb je de ingang, daar komt een mooi portaal van hout. De begane grond van het filmtheater is uitsluitend bedoeld voor de horeca. Daar krijg je een soort borrelruimte en dit gedeelte, het grootste gedeelte, dat wordt natuurlijk het café. In de 14 meter hoge zaal op de eerste verdieping wordt momenteel het hardst geklust. Dit is dus de zaal 1, de grote zaal. En hier moet je voorstellen, komt dus een vloer in. Dat is het grootste, meest indrukwekkende van de verbouwing. En daarbovenop komen nog twee zalen. En om dat voor elkaar te krijgen zal binnenkort het hele dak eraf getakeld worden. In de drie zalen dus is er plek voor 210 filmliefhebbers. Utrechters hebben financieel bijgedragen aan deze verbouwing door de stoelen te sponsoren. Drie weken geleden hebben we een actie gestart om stoelen te verkopen voor hier. En die kosten maar €300 per stuk. En die zijn allemaal uitverkocht. In drie weken tijd alles in één keer. En dat is ook een vorm van supporting die totaal onverwacht was. En die support maakt duidelijk dat er uitgekeken wordt naar de komst van de nieuwe cinema.